what connects us. Ik ben Angela Hozen. Ik ben Eagle Still A Die. Omdat ik ben hier geboren. Vanuit mijn slaapkamerraam keek ik altijd vroeger de wedstrijden toen de oude tribune er nog was. Of geen tribune was. Ja, vaak de trainingen kijken uit het raam als er slecht weer was. Soms kijken we gewoon bij de training live gewoon. 30 jaar later kom ik hier nog steeds. En het is nog altijd mijn voortuintje. En ik heb hier altijd heel erg naar mijn zin wedstrijden. Tegenwoordig doe ik Defensieshop erbij, dus dat is ook hartstikke leuk. Toen ik hier nog woonde, waren toen mijn helden. Hè? Jan Michels was er toen, Mark Schenning, Edwin Overmars, Dennis Hulshoff, Jan Michels, Alfred Knippenberg. Dus, er is natuurlijk heel veel gebeurd. De afgelopen jaren gedegradeerd, gepromoveerd. En je blijft er altijd naar je club gaan. En of je nou Eredivisie speelt of Jupiler League speelt, dat maakt in principe niet zoveel uit. De sfeer die hangt, dat is gewoon mooi. En daarvoor blijf je hier natuurlijk ook toe gaan. Omdat je gewoon eigenlijk ook, iedereen die hierheen gaat is natuurlijk een echte Eagle. Ik stelde het Eagle Still A Die TV in op 6 november 2016. Feyenoord thuis. De ongeslagen koploper Feyenoord komt op bezoek in de Adelaarshorst in Deventer. Niemand is hier veilig. Maatsen terug en daar in het midden is het de goal van Antonia. En zo heel onverdiend is het ook niet. Iets wat plichtmatig zoals